Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal, oftewel Rotjoch! En we spelen vandaag weer Mindtopia voor jullie. Het is dinsdag, normaal gesproken natuurlijk is het een random video van de week. Maar ja, een random video kan ook inderdaad Mindtopia zijn, en dat is het ook in dit geval, dus hartstikke awesome. Vandaag weer een nieuwe Mindtopia voor jullie. En een hele bijzondere, want zoals je al zegt, ik heb een hele nieuwe winkel geopend, in Cutraxia. En daar ga ik zo meteen naartoe, ik ga jullie mijn winkel showcasen. Laat zien hoe mijn winkel eruit ziet, wat ik met die winkel doe. En jullie natuurlijk gewoon laten zien dat het echt een vet goede winkel is. Dus dat ga ik zo doen. Ondertussen sta ik hier in mijn oh zo mooie en prachtige kantoor in Cosmopolitan. De meeste jullie denken van, wat? Maar jouw kantoor was toch heel klein en kut? Dat was het zeker, maar afgelopen zaterdag is mijn kantoortje eindelijk gefixt. Mijn hele nieuwe gemeentehuis neergezet door het bouwbedrijf van Cosmopolitan. Ik zeg, jongens, even tempo erin gooien, want hè, dit is een motherfucking gemeente die geld nodig heeft. En daar moet je verbouwen. Dat hebben ze gedaan. Het is eindelijk af. Dus dit is mijn kantoor. Ik ga geen rondleiding doen. Want dan ga ik morgen weer een video doen natuurlijk. Morgen ga ik namelijk... Heb ik een afspraak volgens mij met iemand. En met die persoon ga ik even overleggen in mijn kantoor. En in mijn gemeentehuis. Ga ik even een rondje met hem lopen. Want het gaat niet helemaal lekker. Ik kost een pot. Er zijn een paar dingen tegen het opbotsen. En dan ga ik met hem oplossen met diegene. Dus dat is kloten. Maar we gaan eerst even kijken wel aan mijn kantoor alvast. Dit is mijn kantoor, jongens. Deze hele verdieping is mijn kantoor. Je ziet het overal mooie rode kleden. Mooie tafeltjes, mooie tafels. Het ziet allemaal goed uit natuurlijk. De plantjes zijn wel helaas even eruit. Helaas pindakaas. Dat is even niet anders. En ik heb een heel mooi balkonnetje aangevraagd voor Cosmopolitan. Dit is mijn uitzicht. Het ziet er echt fucking nice uit. Het is soms met regenen gelukkig in Cosmopolitan. Maar het ziet er echt nice uit. Cosmopolitan, het gaat lekker. Het gaat goed. Het gaat voorspoedig. Want alles begint weer te leven in Cosmopolitan. Het wordt steeds drukker. Er komen steeds meer gebouwd. Er staat hier ook een kaart hangen. Hij moet nog geüpdate worden, want er komen steeds meer huisjes uit. Al die huisjes zijn bijna bezet. Daar is al een nieuw huis gebouwd. Het gaat gewoon lekker in Cosmopolitan. Laten we het daarop houden. Het gaat goed. Het gaat lekker. De burgers zijn tevreden. De mensen zijn tevreden. Iedereen is tevreden in Cosmopolitan. Er is één ding dat kloot is in Cosmopolitan. En dat is op het moment dat ik in mijn kantoor zit. Ik heb nogal lekker Cosmopolitan. Dat heeft bijna iedereen in de hoge gebouwen. Want vanaf hier ongeveer dus niet. Want ja, boven is het gewoon vet druk. Nou, hier zijn alle kantoortjes van mijn wethouders, onder andere Sander. Maar dat ga ik morgen allemaal laten zien aan jullie. Well, niet vandaag, want vandaag wil ik gewoon mijn winkel laten zien waar het allemaal om draait natuurlijk. Want, zoals je kan zien ook, even mensen zullen dit vast opvatten, rechts staat banksaldo. 584.000 euro nog maar. En dan van, wat? Hoe kan dat? Want die had 1,8 miljoen had ik, 1,8 miljoen. En ik heb dus 1,5 miljoen geïnvesteerd in mijn kledingwinkel, in mijn kledingbedrijf. Ik heb een kledingwinkel geopend in Cosmopolitan met normale kleren. Met gewoon leuke kleren die voor elke speler beschikbaar moet zijn. Voor een leuke prijs en niet voor de ongelooflijk dure prijs die bijvoorbeeld andere winkels leveren. Dat is dus David. David levert hele dure kleding. Vooral heel veel kleding van Enchanted en zo. En dat lever ik niet. Ik lever normale kleding dat iedereen gewoon lekker kan genieten van normale kleding in Mindtopia. En dat is het iets wat ik jullie wil meegeven. Dat is even heel belangrijk. Gewoon, normale kleding is goed voor je. Want waarom is kleding goed? De kans op level is hoger. Het is niet 100%. De kans op level is hoger als normaal. Mensen nemen je serieus. Als je kleding kan kopen, betekent dat je goed geld durft te investeren. En niet een slappie bent die geen geld heeft. Dus kleding heeft best wel wat uitstraling. En het is best wel goed. Dus dat is hartstikke belangrijk als je kleding koopt. Het is gewoon handig. Ik draag zelf ook altijd kleding. Dit is de burgemeester kleding. Maar ik ga zo meteen andere kleding aantrekken voor jullie natuurlijk. Om te laten zien wat eventjes een beetje in de mode is. Want een nieuwe collectie is gisteren uitgekomen. En ik dacht, nou, ik ga eindelijk mijn winkel openen. Dus dat gaan we doen. Ondertussen ga ik ook even checken voor jullie wat belangrijk is. Burgemeesterszaken natuurlijk. Wat heel veel kijkers in mijn comments heel boos op mij zijn geworden. En dat ga ik even verduidelijken voor jullie. Dat is even belangrijk. Ik heb de regels niet gemaakt van Cosmopolitan met de wetten. Heb ik niet gedaan. De wetten heb ik niet gemaakt. Over de reglementen en hoe en wat. En de huizen moeten zo hoog. Dat heeft de minister besloten van infrastructuur. En de wethouder, natuurlijk degene die de wet geschreven heeft, de rechters, Willem. Die hebben het besloten met z'n tweeën en ik was ermee ingestemd van ja, ik ben het er wel mee eens, want het haalt heel veel werk af. Hé, lekker watertje. Het haalt heel veel werk uit mijn handen en dat vind ik gewoon fijn. Hoef ik niet extra veel moeite te doen voor dingen over aanvragen en soort dingetjes. Het gaat allemaal heel makkelijk, dus als je een nieuw gebouw koopt, moet elke... Elke wethouder moet nu een aanvraag met je meegeven. Een bouwaanvraag, een vergunning om te bouwen. Geeft die per direct mee, waardoor je meteen kan bouwen. Maar inderdaad, de doelaanvangseisen van Cosmopolitan zijn nou eenmaal gewoon heel erg hoog. En het is met een reden. Cosmopolitan is gewoon dé stad om te zijn. Het is een van de moeilijkste steden op Mindtopia en Sunnyvale en natuurlijk dingen na om te komen. Het is gewoon de moeilijkste zone 2 stad.
En dat is met een reden, omdat daar alle YouTubers zitten. Het is gewoon een stad wat heel rijk is, hoge gebouwen. Dus als je daar wil iets op bouwen überhaupt, moet je veel geld hebben. Heb je niet veel geld, heb je niks te zoeken in Cosmopolitan. En dan geef ik jullie een tip voor de meeste spelers. Heratopia is makkelijk te bereiken en Industrial is makkelijker te bereiken. Dan kan je altijd nog Cosmopolitan inkomen voor spullen te doen, zaken te doen. Maar je kan er gewoon niet wonen in Cosmopolitan, want dan moet je daar gewoon inderdaad eisen aan hebben. Moet je gewoon eisen aan eisen voldoen, zeg maar. Goed, ik ben aangekomen hier in Cutraxia. Dat zie je, ik sta hier op een heel mooi plek in Cutraxia, bij de fontein natuurlijk. Een appartementencomplex, nog niemand heeft dat gekocht. Of een appartementje, maar mijn appeltje, je ziet daar, de Food Mania, is niet meer van mij. Dus die appel, niet meer van mij, niet meer daar kopen als je voor mij komt. Laat ze gewoon nog steeds gewoon goed eten, dus zeker wel voor langs gaan bij Red Maniac, dus dat is zeker goed. Maar ik heb wel een nieuwe winkel. En ik heb gekozen juist, ik zeg van nou jongens, vorige keer tips, zorg ervoor dat je gebouw een beetje opvalt. Weet je wel, een beetje spannend is, een beetje pap eruit springt, zeg maar, op die manier. Nou, heb ik hem maar aan het neerzetten, mijn nieuwe kledingwinkel. Ik heb namelijk een company gestart, de Red Company. Oftewel, alles met Red mag jij niet meer gebruiken als bedrijfsnaam, want het staat natuurlijk onder mijn naam bij de KVK. Iets met Red erin mag niet. Ja, dan heb je de Red Malvioris, dat is een uitzondering, heeft hij me maar aangevraagd. Dat is in ieder geval iets wat belangrijk is. Dit is mijn kledingwinkel. Ik heb al een paar mensen die komen kijken naar mijn kledingwinkel, dat zie je hartstikke goed. Dit is mijn kledingwinkel, de nieuwe collectie. Inderdaad, kledingwinkel Red Clothes, oftewel Red Company kleren. Want ik verkoop hier kleren en niks anders eigenlijk. En ja, je kan hier draaien aan de kleren, dat mag allemaal. Dat moet je helemaal zelf weten, maar dat geeft niet. Zoals je ziet heb ik hier wat door de deurgangen leukste set van de week. En die hang ik altijd hier neer in de etalage. Daarnaast heb ik ook de nieuwste collecties, de nieuwe kleuren die uitgekomen zijn. Je hebt natuurlijk brandweerkleur. Brandweerkleur is de allernieuwste rood. Het is echt felrood. Felrood. Het ziet er echt super, super tof, super dope uit. Helemaal rood is hier knalrood. €7000. Dat is op het moment het duurste wat ik verkoop. En ja, mijn duurste kleding is €7000. Stel je voor, als je bij de F5 shop, heb je al een enchanted kleding, kost €40.000. Heb je wel een enchanted kleding, het is inderdaad veel bijzonderder, maar dit is goedkoper en het ziet er ook gewoon goed uit. En dan heb je grill, ook de nieuwe collectie, dat is €5000. Alle oude collectie kleding, dus wit, turquoise, blauw, DDG shop kleding, dat soort kleding allemaal, al die andere soort kleding, maar die oude collectie is nog maar €4000 per stuk. Dat is vet goedkoop namelijk. Maar dat is namelijk een regel waar ik me aan moet houden. Ik laat het wel goedkoper doen, maar er is één regel. Als je bij de inkoop als bedrijf zijnde bij KVK ingeschreven bent iets verkoopt, mag de prijs minimaal, of moet maximaal, minimaal 25% hoger zijn dan de inkoopprijs. Zodat we niet gaan kloten inderdaad ik voor inkoop voor 5000 en het maar gaan verkopen voor 5001. Zodat ik niet iedereen eruit kan uit kan bieden, zeg maar. Weet je wel, iedereen eruit kan concurreren. Dus dat is de bedoeling. Maar ga lekker naar binnen. En dit is de oudste, leukste set van de week. En toevallig draag ik de leukste set. Die kies ik zelf uit. Ik ga het even laten zien. Helaas zijn mijn werknemers vandaag even niet aanwezig. Dit is de leukste set van de week op het moment. Dit is de set die ik zelf draag. Vind ik hartstikke leuk gemaakt. Het is niet eens duur. Deze hele set samen is natuurlijk 5000, 5000, twee keer grill namelijk. En dan heb je 4000 voor de witte broek. En dat ziet er zo uit. Wil je de witte bril nog? Dan heb je inderdaad wit, grill, wit, grill. Is 5000 de bril, dan wordt het 19.000. Dan heb je een hele vette, leuke set. Wow Dylan, jouw outfit. Dat klopt, dankjewel. Mooie outfit, hè? Mooie outfit, hè? Mooie outfit, right? Outfit van de week. Dat is de outfit van de week, je ziet het. In ieder geval, je ziet de grill als een nieuwe collectie. Inderdaad, koop het nu voor het op is. Dit is helemaal grill. Dit is rood. Ik verkoop in rood alleen maar de broek en de chest. Want ik vind die rode schoenen vind ik zelf minder mooi. Maar ja, onder die kleding is ook een hele mooie set. Als je die witte sportschoenen koopt, ziet het inderdaad ook heel smooth uit. Dat is ook een kledingset die gedaan is. Blauw hebben we, turquoise, wit en DDG. Natuurlijk kun je alle soorten kleding door elkaar heen mixen, waardoor het zo vet voelt. En daar zijn we heel veel mee bezig, want ik heb nog hele leuke collega's, twee collega's. Stel je voor, je wilt een hele, met de hele groep wil je iets gaan afspreken. Natuurlijk, je wilt een soort set hebben, een andere soort kleur hebben, een andere kleur mixen. Dan zeg dat tegen mijn collega en mijn collega's, die gaan het gewoon voor jou regelen. Pak ze gewoon de kleding van de paspop en dan gaan ze alles mixen tot je een leuke kledingset hebt. En op het moment is dit eventjes in de mode, op die manier. De hele brandweerset, de hele set kost. Even kijken hoor. Dan ga je dus rekenen. 7k is 14k. Samen. En plus 5k is 19k. Want het is namelijk 7k. 7k. Weet je wel? En dan is het 7k is 14. En dan heb je 5k van de schoenen. Maakt samen. Nee, helemaal niet 5k. 4k. Dat is helemaal niet. Dat is 19. Nee. Is 18k.
hoofd is niet te koop. Lees de signs, please. Want ik heb hier een bordje, een sign waar staat... Rotjochie heads zijn niet te koop. Inderdaad, ga eens lezen en tellen. Turquoise set. Turquoise is 4000 per stuk. Dus 2 keer 3 keer is 12k. Dat kan niet. Hier, 12k. Ik kan er overheen gaan, toch? Zie je dat het 12k is. 12k de turquoise. Ik ga normaal mag ik niet in mijn winkel staan. Yep. Elk dingetje kost natuurlijk 4000 euro. En dat is niet omdat ik zeg, mensen zeggen ook als, ja, je bent duur. Nee, ik ben niet duur. Ik ben de goedkoopste van de hele stad zelfs. Op het moment. Misschien gaan mensen onder mij zitten, dat kan best. Omdat ze deze video's zien. Maar ik ben een van de goedkoopste van de stad juist. En kleding is gewoon duur. Kleding is gewoon niet voor de arme sloebers. Laat me daarop houden. Kleding is inderdaad voor mensen die een beetje uitstraling willen hebben. En op die manier kan je zeg maar checken wat je wil. Wilt er iemand iets kopen? Wilt iemand iets kopen? Weet je wel, gisteren hebben we heel veel geld van, heel veel gedaan. Ik heb 1,5 miljoen geïnvesteerd. In de kist heb ik nu liggen ongeveer 180k zie hier liggen. Dat hebben we al terugverdiend. Dus we moeten nog heel veel geld hebben, moeten we hebben hiervoor om het te investeren. Ik bedoel, mensen zeggen, ja, je moet voor 5 euro verkopen. Naast dat het niet mag. Joh, ik heb 1,5 geïnvesteerd. Dus, oké. Vertel, jappie, chappie. Wat wilt u hebben? Ik heb laatst 2 werknemers nodig. Ik heb al 2 werknemers. Ik ga geen derde aannemen die ik niet ken, die ik niet vertrouw. Want je ziet inderdaad, het gaat 1,5. Het ligt hier. Boven dus is de, ik ga het even laten zien, de opslagkamer waar mijn collega's je kleding voor je halen. Hier ligt 1,5 miljoen euro aan kleding. En ja, dan moet ik dus heel erg kunnen vertrouwen, want ik heb 1,5 miljoen. Oké. Ik heb een moment. Ik heb een moment. Weet je wel, zo gaat het in de winkel ook. Ik heb een moment. Ik ga namelijk hier niet boven staan altijd. Het is niet mijn taak om het te doen. Dus dat ga ik binnenkort even niet meer doen. Maar natuurlijk om te laten zien hoe jullie in zijn werken gaat. Hoe dat... Hey, Hero Jaap. Hero Jaap. Mooie broek. Mooie broek, Jaap. Zeker weten. Leuke outfit op zich. Ja, leuke outfit. Leuke outfit. Ziet er niet slecht uit. Maar, Jappie Chappie. Vertel, waar kan ik u mee helpen? Helpie. Waar kan ik u mee helpen? Ja, zo gaat het lang, mijn topia. Waar kan ik u mee helpen, meneer? Want ik wil namelijk kleding voor jou, aan jou verkopen. Voor een leuke prijs. Hoeveel kosten de sportschoenen? Die kosten 4k. Hij stelt een beetje gaan vragen. Want het staat namelijk hierbij. DDG kleren, weet je wel? Die sportschoenen zijn 4k. Nou, 4k voor een sportschoentje. Dan heb je sportschoentjes. Hey! Shanta, mooie skin. Zo, ik zie, dit is een beetje mijn grote vriend. Nou, we gaan vandaag ondertussen op Jappie Chappie. Jappie Chappie, wat wil je kopen? Jappie Chappie, wat wilt u hebben? Want Jappie Chappie, ik is denk ik aan twijfel over zijn kleding die we hebben. Mag ik sportschoenen, turquoise chest en leggings? Ja hoor, dat mag. Ik zal het even pakken. Dus inderdaad, hij wil sportschoenen, turquoise chest en leggings. Dan gaan mijn collega's omhoog. Normaal gesproken mijn collega's dus. Het zijn dus I-Egeman V en de andere heet NL Beast Mode. En dan gaan we dus. Die gaan dus turquoise. En waarom hun? Omdat ik ze ken, ik vertrouw ze. En daardoor gaan ze ook niet lopen kloten in mijn winkel. Op die manier, daarom hebben zij het gekregen. Sportschoenen, turquoise. Je ziet het, het is heel goedkoop. Hatsenflats, oké. Maak samen 12k. Komt u maar hier. Jappie Chappie. Jappie Chappie gaat door de deur heen. Hoppakee. 12k AUB. Want het is 4k. Maak 12k. Oké. Dit maakt 4, maakt 10. En dan maakt 12k. Dan krijgt hij van mij dus 1, 2, 3. Alsjeblieft. Ziet er strak uit. Wilt u ook geen brilletje? Of een hoedje? Ja, want ik kan ook namelijk een hoedje kopen of een brilletje. Kosten maar 5k per stuk. Heb je een hoog hoed? 5k per stuk. Kijk, deze. Deze hoed. Die is mij toevallig gold oor, want ik had hem toen uiteindelijk gekregen. Hatsenflats, een hoog hoed. Momenteel, even denken. Oké. Neem de tijd. Ga er even uit, vriend. Jappie Chappie, even eruit. Even
eruit, AWB. Als Jappie Chappie daar even wil doorlopen. Jappie Chappie. Hij had een bril. Ah, een bril. Goede keuze. Kom eraan. Nou, hij wil toch een bril kopen. Had ze plaats, dan ga ik weer omhoog. Hele simpele actie. Dan ga ik omhoog. Dan ga ik hier kijken. Witte bril. Dan ga ik hier naar beneden weer. Had ze plaats, dan kan hij natuurlijk niet mijn bril verkopen. Dat is dan 5k AUB. Hij gaat natuurlijk kunnen pinnen, want hij zit een pinautomaat. Altijd gepast betalen. Kijk eens aan. Had ze plaats. Ik krijg van hem 5k. Hij krijgt van mij een witte bril. Alsjeblieft. Wilt u AUB via de achteruitgang eruit? Nu zie je de achteruitgang, dan kan hij eruit. Bedankt voor uw aankoop. Bedankt voor uw aankoop. Nou, in ieder geval, dit is dus hoe het in zijn werk gaat. Sorry mensen, ik moet heel even door. Want ik moet heel veel een video natuurlijk met jullie gaan doen. Ik kan niet de hele tijd in deze winkel gaan staan voor jullie. Ik ben natuurlijk even bear it back bij hun. Want ik kan natuurlijk niet de hele tijd deze shit gaan verkopen waar jullie bij staan. Nou, in ieder geval. Oh, ik ben iets vergeten te doen natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. Want hè, de winst die deel ik met mijn collega's natuurlijk. Ik ga niet alles zelf houden. Dat is niet iets wat ik doe. Ik ben een hele goede baas. Hartstikke plat. Nou, dit is inderdaad mijn winkel. Je ziet het red clothes. Red clothes. Zo gaat het in zijn werking. Je hebt alle tijd. Dus mijn collega's heb ik tegen ze gezegd ook. Niet alleen proberen het duurste. Dat is brandweerrood te verkopen. Ik heb gisteren hem geholpen. Je ziet hem. Piepers kazantje. Ziet hem echt heel goed eruit ziet. Deze stijl. Knolpowerpad. Rood, rood, wit. Prachtig. Het ziet er goed uit. Strakke kleding. Kleding. Pipo. Hele mooie zakken kleding, hoor. In ieder geval, ik ga even terug naar Cosmopolitan, want ik ga het regelen. In ieder geval, mijn collega's, dus mijn werknemers, die nemen heel veel kans, heel veel tijd nemen ze voor jullie om jullie goed aan te kleden. Ik heb tegen ze gezegd, jongens, we gaan niet proberen alleen maar het duurste te verkopen, dus het rode. Ook als het rode echt vet mooi, eerlijk gezegd. Ik vind zelf het rode ook het mooist. Want ja, Red Street, je weet. Maar we gaan proberen om wel stijl met elkaar te matchen. Dus inderdaad, vorige keer had ook iemand, Kamopa. Wie was het nou ook weer? Wel een rijk persoon in de server. Die had al een blauwe chestplate en die had blauwe dit en een witte broek en nog iets. En toen zei hij van ja, ik moet ook andere soort schoenen krijgen. Ik had natuurlijk de duurste schoenen kunnen verkopen, dat is grill. Maar ik dacht, weet je wat? Nee. Turquoise zou er mooi bij passen, is een stuk goedkoper, 1000 euro goedkoper. Maar ja, ziet er wel beter uit. En zo werken wij nou eenmaal in mijn winkel, de Red Company Clothes Shop, Red Clothes. Want ja, wij willen gewoon dat iedereen goed aangekleed is, zoals Hero Jaap hier. Het ziet er toch veel strakker uit, man. Het wit-rood-wit. Ook een strak pak hoor. Wit-rood-wit is ook heel mooi. Rood-wit-wit is ook heel mooi. We hebben ook gezien een paar mensen. Dit is iemand wat wij het meeste aanbieden. Rood-wit-wit. Ja, dat soort kleding. Dat matcht gewoon heel erg goed. En als je het moet matchen, dan word je wat weer serieuzer genomen in de server. Laat me daar maar op houden. We worden gewoon wat serieuzer genomen. Aangezien je gewoon... Ja, je bent serieus. Want je koopt kleding. Kleding, dat geeft gewoon een boost van... Nou, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. En ondertussen ga ik even lukken rustig naar mijn kantoortje weer. Naar mijn nieuwe gemeentehuis. Ziet hoe het eruit ziet. Fucking imposant. F5 op de zijkant. Het ziet er heel goed uit. Helaas lekt. Klein beetje kostenplotten voor mij. Dan kan ik helaas niks aan veranderen. Ah ja, gratis salm. Word ik altijd blij van. Plot aanvraag. Contract met Mees. Plot overdracht. Bij Delvin. Heb ik ook al geregeld. Aanvraag 33. En plot 8 en 9. Mag ik allemaal regelen. Plot aanvragen. Brievenbussen. Ik ga even kijken wat erin staat, want kijk, we zien hier een contract met Mees. En Mees is dingen, plot overdracht, mega Mees, deze plot overdracht van Delvin, nieuwe eigen Delvin, handtekening Delvin. Ja, dat kan heel mooi zijn, een handtekening van Delvin is, en is gesigned bij Mees. Ja, het is allemaal geregeld, dus dat is mooi. Plot aanvraag en plot aanvragen. Hier weer de bouwvergunningen, dus als je een bouwvergunning wil hebben nog, wat je nog niet had, moet je dat regelen, dan ga ik voor hem regelen. En overige, plot bewijsfout klopt, en plot overdracht van Ontroboy moet ik ook nog even regelen dan vandaag. Dus ik moet even aan de bak gaan met mensen als echte burgemeester zijnde. Morgen ga ik echt burgemeestertaken oppakken. Niet mijn verkopertaken, maar echt mijn burgemeestertaken in mijn gemeentehuis. Want je ziet het al, het is nogal druk aan het zijn. Vergunningen, het is heel groot, het is een heel mooi gebouw. En dat ga ik morgen jullie laten zien. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het super vet vindt van Mindtopia. Kom lekker kijken in mijn winkel natuurlijk, de Red Clothes. Als je mooie kleding wil hebben van Mindtopia. Wil ik je bedanken voor het kijken. Later was het ziens. Doe zeker een duimpje omhoog. En peace.